Bazaar! Dinsdag komt er een nieuw video! Dinsdag, nieuwe video! Dinsdag, nieuw milkshake vlog! Hey, mensen! Hey, kinderen! 3, een tweeën en een ierne. De grote vraag. De grote vraag van vandaag. Waarom was er geen milkshake vlog? En dat gaan wij jullie eens even uitleggen, want ja, zo eerlijk zijn we dan wel weer, toch? Ja. Ja. Je weet toch, gratis dit, gratis dat. Dit is niet mijn camera, vriend. Ja, laten we het gaan uitleggen. Oké. Okay. Kijk, de eerste week was het eigenlijk, ja, een beetje raar. Ik liep gewoon naar de auto toe en het was een beetje sneeuwrig om ons heen en zo. Het was glad en ineens springt Mert uit de auto en springt op mij, gewoon zonder reden. Gast! Laat me doorvertellen. Hij springt op mij zonder reden, ik knal vet op met mijn been tegen de stoeprand aan en mijn been is gewoon gebroken. Gewoon... Blik erop, jongen. Nee, mensen. De reden dat er dus geen milkshake vlog was, ik zal het jullie vertellen. Ik zat in de auto. En ik zag Dylan in de verte lopen. En opeens zag ik dat er een trein met volle vaart op Dylan afging. Dus ik dacht zo van, what the fuck? Die trein gaat richting mijn allerbeste Marty van de hele wereld. Dus ik dacht, kut. Ik moet hem gaan redden. Dus ik sprong uit de auto en rende met volle vaart richting Dylan. En op dat moment is die trein nog maar 1 meter van Dylan verwijderd. Ik schreeuwde, Dylan, pas op! En op dat moment struikelden we allebei en brak Dylan zijn been. Maar, weet je, ouwe, sorry van je been, maar je hebt je leven wel aan mij te danken. Gast, ik liep op de stoep. Sinds wanneer rijden treinen op een stoep? Sinds wanneer? Weet je nou dat ik een of andere datum ga noemen van sinds wanneer treinen op stoep rijden? Ja, doe dat maar eens. 2 augustus 1961. Toen gingen treinen op stoepen rijden. Ja. De tweede week was nog erger. Hoezo? Omdat het helemaal nergens over ging. Wat nergens over ging? De tweede week, hè, mensen? Ik liep over straat en ik had net een kat uit een boom gered. En opeens zie ik in de verte, ja, zo'n raar, lelijk ding liggen. Het was echt... Ik dacht van, what the fuck? Het was net een natuurramp op een stukje van 1 vierkante meter. Dus ik liep er naartoe en ik dacht, what the fuck, dit is Dylan! What the fuck zeg jij nou weer? En toen? Ik rende naar hem toe en ik zag dat hij onderkoeld was. Dus meteen ging ik eerst warme thee voor hem halen en daarna ook nog eens een dekentje. Ik legde hem op de achterbank en bracht hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Toen heb ik weer zijn leven gered. Geen dank, man. Gast, ik zat gewoon op jou te wachten daar, omdat je weer te laat was. Ineens ren jij uit die auto, pak je mij en gooi je me in de kofferbak. Daarna, ik zit daar de hele tijd, hoe lang heb je rondgereden? Uren of zo? Uiteindelijk gooi je mij gewoon in een tuin neer en rij je weg. Weet je hoe lang ik erover heb moeten doen om thuis te komen? Ik heb 2 vragen. Hoe lang heb je er gedaan over om thuis te komen? En heb je bewijs dat dit verhaal van jou klopt? Weet je wat, laten we maar gewoon nu een milkshake vlog gaan opnemen, ja? Ik gooide die mobiel in mijn ballen net. Ik dacht zo... Hey, weet je wat ik hoorde? No. Dat de kokosmilkshake terugkwam. Ik weet niet of het gewoon geruchten zijn. Ga dat eigenlijk vragen? Nee, ik kan helemaal niks vragen. Ik wacht gewoon geduldig af tot hij terug is. En als hij terug is, dan is het gewoon een dik dis naar die ene buurt die zei dat dat de milkshake kokos nooit terugkwam. Hey, fuck you, man! Die komt sowieso terug! Wow. Wat? Sorry, wat? Nee, zeg je niet hoe hij die bocht nam? Nam. Hij nam die niet eens. Nam hij die mee naar huis? Ja. Oh. Ja, maar wie zegt dat hij hem dadelijk niet meeneemt? Wie zegt dat die man geen bom in zijn tas heeft? Het ziet er heel onwaarschijnlijk uit omdat die tas echt heel klein is. Of het moet een minibom zijn. Een granaat. Een granaat is geen bom. Valt wel onder de categorie bom. Bom in de zin van jij bent de bom? Nee, meer in de zin van een C1000 bom. Misschien had die man wel gewoon een C1000 bom in zijn tas. Dat had wel gekund. Ja. Ja. Ik ben nog steeds even in dromenland. Ken je dat? Dat je zo op één punt gefocust staat en dan is gewoon alles zo...
Ja. Dat had ik. Oh. De milkshake vlog, de milkshake vlog, de milkshake vlog met kokos en banaan in de milkshake vlog. Merk en welke McDonald's zou je bestelling al nemen alstublieft? Kleine vanille milkshake. Sorry, en één kleine? Kokos. Die heb ik niet. Ah, super. Oh, merci. Dankjewel. Die had een hele goede nacht achter de rug volgens mij. Die is sowieso gefeliciteerd omdat ze jarig is. Ja! Mijn vader staat achter mij. Ik zweer het! Hij heeft €360 boete betaald voor een blikje op de straat. Lekker voor hem. Ik ben tegen straatvervuiling. Echt ik zwaar. Ook. Zullen we een club beginnen? De anti-straatvervuilers. Ja. Yo. Dames en heren, welkom bij de beste woordgrappen. Heb je ook zoveel zin in die milkshake? Als je land te vreemd gaat, online snijder. Ik heb op Marktplaats een tweedehands klok gekocht. Ik geef de troon door aan mijn zoon, want die wil hem. Waar ga je heen? Ik ga naar Huisman. En die Huisman? Ja, maar die was niet grof. Tweetalig? Ja, Frans-Duits. Of die moet je morgen werken? Nee, ik ben morgen free, man. Ja, die is wel kapot grappig. Pamela andersom. Alle Beatles gingen karten, behalve eentje, Paul McCartney. Maar! Weet je dat we dat echt heel vaak doen, dat de een zoiets zegt en dan zegt de ander zo precies zo. Maar! Maar! Volgende week is het Valentijn. Ik wil het heel doen. High five. Kom, geef me godverdomme nou een high. Nee, maar Volgende week is het Valentijn. Maar fuck dit! Volgende week is het Valentijn! Woo! Met Valentijn gaan wij iets doen. Zo! Wow! Niet samen hoor. Kijk, op spreadthelove.nl kunnen mensen dus hun boodschap achterlaten die ze naar hun geliefde willen sturen. En wie zijn de twee presentatoren? Yeah. Aha. So seductive. Nee, maar mensen, met Valentijn gaan wij samen met Bleep een toffe actie neerzetten. Dylan en Mert als presentatoren. Dus wil jij dat wij jouw videoboodschap, wij jouw... Dus wil jij gewoon je Valentijn verrassen met een videoboodschap van ons? Dan kun je naar spreadthelove.nl en daar je bericht achterlaten. Ja, en daarnaast hebben wij ook nog... En daarnaast... zijn wij op 14 februari ook nog de hele dag live te volgen via spreadthelove.nl. Sorry man, ouwe, zo bedoelde ik niet, kom. Ik zei nee, maar ik deed het wel. MSV. Dat kunnen we net als al die rappers doen, als een nieuwe gang sign. Mensen, stuur je foto op Twitter zo. Yeah. Kan dat zo? En dan is die tienermoeder weer, die heeft 10 moeders. Nou ja, dat ze een tieneling had ofzo. Dan ben je een tienermoeder. Of dat haar kind al een tiener was. Hè? Dank je. Ze is een moeder van een tiener. Ja. Mijn moeder. Mijn moeder is een tienermoeder! Nieuwe definitie van tienermoeders. Ik weet niet meer wat, Peru of zo. Die is geboren, of er is een jongetje geboren, of een meisje, weet niet precies, maar de moeder was 8 jaar oud. Of haar, nou, het is niet haar man, haar vriend. Haar. Die was 17 en die is gevlucht nu. Dat was Joram van der Sloot. Ik heb hem. Doplens. Doei mensen. Doei mensen. Grapje. Stuur een foto. Oh, zo bedoel ik. Doei. Godver. Teksturen op de website.